Zo, ik loop nu naar Frits toe. Ik heb vannacht tot diep in de nacht een mixtape gemaakt voor Vince Gedeuntje, een soort van radioprogramma. En dat was tot 6 uur of zo en 8 uur werd ik alweer wakker. Dus ik ben nu in een soort van mood. Ik wil iedereen slaan, iedereen juken. Sorry, maar ja, dit is how I feel. Even het script bespreken. Vanavond moet ik draaien in de Jimmy Woo voor Dirty Dancing. Daarna ga ik na 3 jaar bestaan van Social Club. Waarom moet ik ook weer? Oké, ik ga Frits bellen. Ja? Ja, serieus, ga je het gooien? Weet je hoe koud het is? Wat? Ik ga wel de grond laten vallen, man. Nee. Wat nee? Het is kapot koud. Gooi. Kill, het is mijn sleutels, hè? Fucking hell, deze guy. Zijn man is helemaal gek geworden. Ha? Ja, ik weet het. Man is helemaal gek geworden. Kleine sleutel. Anyways, ik ben hier zo met het openbaar vervoer gekomen. Sinds tijden. Ik weet niet meer waarom. Allemaal scheldwoorden gaan er door in mijn hoofd. Helemaal sinds die OV-chipkaart. Ik haat het. Deze trap is een ziek stijl. Kijk. Eeuw. En het is freezing cold, man. Ik haat mijn leven op dit moment. Ik haat het. Voor soms doen we dat gewoon. Gaan we in de appartement. Ja, maar voor mij of voor Stevie en ik? Zomaar random chillen. Ik heb net een banaan gegeten. Ik probeer. Heb je eens een banaan gegeten? Mijn vlog op te loaden. Zo in één keer al. Dit is echt extreem. Het duurt steeds langer. Of dat zijn dartjes in de kroeg. We hebben een brainstorm sessie voor de clip. Ik heb een mic en dat ze er zo staat. Maar ook echt helemaal in een minuutje en zo. Wow. Ja, yes, ik zit nog steeds bij Frits. We hebben net het script besproken voor Hoodie Tinko. De track waar jullie allemaal naar vragen. Die 14 februari uitkomt, niet te vergeten. En ja, we gaan zo even wat eten. Ik denk dat het Waka Mama wordt, want ik heb echt trek in die soep. Weet je die soep ook weer? Thai chili chicken soep. 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 With the soda on the side. Chili chicken soep. En ja. Dat is Frits. Hey, ik ben Frits. Ik stel altijd eten. Got you on tape. Yeah, babe. Yeah, babe, I got you on tape. Hij zat er wel in, dus hij heeft my bed. Jouw bed? Ik ben boos geworden om niks op je. Ik druk het verkeerde knopje in. Het spijt me. Hey Frits, waarom druk ik op altijd het verkeerde knopje in? Omdat hij een lul is. Altijd. Los daarvan. Moet er nog meer reden zijn. Waarom eet je altijd mijn croissantjes op? Ja, laten we dat even gaan vertellen. Ik had er twee. Nu heb ik er nog maar één. Hij doet zich voor als mij. Helemaal niet. Ik had 2 croissantjes gehad. Mm-hmm. Nu heb ik kom terug. Je had zeker ook chidrans gehad, hè? Maar die heb jij gehad. Oh, die had ik wel gehad. Mm. Oh. Chidrans heb jij gehad. Ik heb gewoon 2 croissantjes gehad. Ja, klopt. Bij de Albert Heijn. Je patje. Hey. Dankjewel. We're gonna play some Call of Duty. Ja, dat is cool. Waar zit die dan? Wat is dat? Ik ben echt helemaal niet zo hard met deze gimmas, maar ik ga gewoon met spelen. Wat zit erin? Nee, die laatste was gewoon. Nee, dat was gewoon. Ben niet eens zo heel hard. Ja, dat was de laatste. Maar, die laatste was. Het zie je, man, wat ik van bak. Dat is letterlijk straat, hè. Ik krijg echt de hele tijd pak slaag met Call of Duty. Motherfucker 1. Van de boy! Klootzak nummer 2. Jawel. Wat gaan we doen? Eten. Nog één? Nog één potje. Ja. Ik durf het aan. Wat jullie? Eén keertje pakken voor Steve. Als Frits gewoon een keer normaal doet. Als Frits gewoon een keer normaal doet. Want hij kent al die mappen uit zijn hoofd. Dat is niet eerlijk. Oh, ik heb het allemaal en gedaan. Hij heeft de zwarte joystick. En wij dan? Hebben allemaal een witte joystick. Ik heb zelfs een draad in mijn Kijk, hij heeft zelfs een draad. Dat telt niet.
Dat telt niet, je speelt gewoon vals. Ja, je speelt gewoon vals, lul. En mijn eten is er nog steeds niet, ik heb honger. Rob heeft echt al 2 uur honger. Call of Duty. Volgens mij al 3 uur. We hebben net eten gehaald bij Wagamama. Alle lekkerste soep die er bestaat. Chili chicken ramen. Kijk hem hier. Kijk hem hier. Hé, niet zo schreeuw tegen mij, Frits. De hele tijd schreeuwt hij tegen me. Is niet normaal. Dan zit ik ook nog achter op de brommen. Als klein meisje. Helemaal niet gezellig. Frits altijd zo onaardig tegen mij. Hij slaat me ook altijd als ik achterop zit. Kijk. Pas toch never. Anyways. Ben je nou wat komt aan het filmen? Ja man, ik was wel je ass aan het filmen. Best wel naar. Wauw. Pas. Oké, het is te koud om op de brommen te filmen. Ik ga niet meer op de brommen filmen zoals de laatste deed. Helemaal ready voor vanavond. Proost op jouw leven, hi. B. Ik ben Frits. Hi Frits. Ik heb spierpijn. We hebben een nieuw liedje uitgevonden, man. Het is helemaal dit ding. Het is helemaal dit ding. Luister. Rob gaat nog een beetje zingen, af en toe tussendoor. Ik sta tropisch, man. Kijk hem, Tropic Boy. Ga je eerst eruit, man. Kijk. Ik heb Rob's filling pieces aan. Terwijl die echt een mate groot zijn. Ik had deze, maar ik ga niet uit op nieuwe schoenen. Dat vertik ik. Hou ik niet van. En waarom ik dit moet doen? Met de grote schoenen lopen. Omdat Dasha en Monica weer zijn vergeten schoenen van mij te halen. Ik vraag het 5 minuten geleden en ze vergeten het gewoon. Wat vind jij ervan? Ik vind het super lullig. Ik vind het echt niet kunnen. Ben ik aan het woord? Ik vind het super lullig. Ik vind het echt niet kunnen gewoon. Niet oké. Okay. Medusa does not approve. Niet oké. Okay. Nee man. Kijk eens waar we nu zitten. Natuurlijk. Na de Jimmy Woo. Na de social media. Na de social media. Na de social. Wauw. Ik ben zo obsessed met vroeger. Na de Jimmy Woo. Begin even opnieuw. Na de social club. 3-jarig bestaan. Zitten we hier. En waar is hier? Ja, natuurlijk. Mesut. Mesut 2. Mesut 2 gaan wij eten. Broodje. Ja, wel. Ik wacht op mijn eten. Nee, Mesut 2. Monica wil wat zeggen. Als je hier bent en je wilt wifi connection, dan moet je Mesut 2 als we voor doen. Zonder hoofdletter. Niet vergeten als je een keer in Mesut bent. Dus Mesut 2. Heb je gratis wifi. En dat ding heet ook Mesut 2. En dat ding heet ook Mesut 2. Ze bedoelt de wifi naam gewoon. Oh ja. Wacht op mijn kindermenuutje met kip shawarma. Lekker, lekker. Jawel, ja. Maar zo heerlijk. Ik snap zo erg Nederland. Ik vind het heel erg dat ik nog tegen kotsen in mijn mond. Maar ik vind het zo Monika moet kotsen in haar mond. Nee, Dasha moet ook kotsen in haar mond. Omdat ik zeg lekker, lekker, jawel. Kijk. De social club was echt helemaal propvol. 3-jarig bestaan was dat. Misschien 500 mensen binnen. Misschien 600, ik weet het niet. Maar het was wel even gezellig. We waren even binnen. En nu eten en dan naar huis. Je moet voortaan wel je vlog afsluiten. Bedankt voor het kijken, moet je zeggen. Oh, Monica geeft... Follow me on Twitter, follow me on Instagram. Monica geeft mij nu tips, dus... Follow me on Twitter, follow me on Instagram, follow me on YouTube. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie morgen Bedankt voor het kijken, ik zie jullie morgen weer. Vergeet niet te subscriben als je dat niet gaat. Vergeet niet te subscriben als je dat nog niet gaat. Dat doe je linksbovenin, nee, rechtsbovenin. Of nee, links. Nee, rechtsonder. 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 Ja, rechtsonder is dat. Oké. Het zelf wonder zijn voor altijd in jullie life. Okay, bye. Bye.
Okay, bye, thanks.